Een goede morgen allemaal. Iedereen die deze morgen de livestream volgt, niet aanwezig kan zijn, mensen die ziek zijn of misschien zich vanmorgen niet goed voelen, ook een goede morgen. In het bijzonder ook aan Erwin. Erwin, een goede morgen. Ik heb je al even gezien. Jij mocht deze kant weer op vanmorgen. Ik dacht nog vanmorgen, Erwin zit nu al in de auto. Ik lig nog op bed. Ik denk van, je moet het toch wel weer elke keer doen. Maar bij deze Erwin ben je wel in ieder geval van harte welkom. Mooi dat je in ieder geval deze morgen het woord wil verkondigen. Volgende week zal broeder Bertus Paas het woord verkondigen in deze dienst. Dan is dat in ieder geval ook, de mededeling kreeg ik ook nog even door. En na de dienst is er dus koffie, waarbij jullie allemaal van harte zijn uitgenodigd. Dan kunnen we daarna eventueel nog verder met elkaar kletsen, praten of bijpraten. Nou ja, en een vreugdemomentje mag dan natuurlijk het 50 jaar huwelijk, wat we mogen vieren, ook met elkaar mogen delen. Zullen we samen gaan zingen, opwekking 96, ik vouw mijn handen, Heer. Opwekking 96. Afgelopen week moest ik even in het ziekenhuis zijn, nog voor iets van de nierstenen van een afgelopen jaar. Een aardige dame bij de receptie zei tegen mij dat ik wel even in de wachtkamer mocht gaan zitten. Nou ja, het was hartstikke rustig, dus ik ga er mooi zitten. Terwijl ik een plekje had uitgezocht en rondom mij heen keek in de wachtkamer, zag ik een rood boekje. Ik denk, waarom maak ik nou elke keer zoiets mee? Daar zit ik ergens, dan zie ik een rood boekje. Ik denk, een rood boekje, ik zag iets met Jezus, ik denk, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er stond waarom Jezus. Dus ik zag het boekje. Dus ik pak het boekje. Het was echt rood en er stond ook waarom Jezus. Ja, ik dacht niet waarom Jezus, ik denk van waarom nou hier? Dus ik denk, dat is bijzonder. Ik denk, ik neem het boekje gewoon mee. Het zal vast wel niet bedoeld zijn om daar te liggen door het ziekenhuis. Dus ik nam het boekje mee. En ik las eens door wat er eigenlijk allemaal in het boekje stond. Want het is dat is een soort folder. Iemand die misschien aan het evangeliseren is geweest. En er stonden van allerlei teksten in en aanhalingen. Waarom Jezus, wie Jezus was en wat er met het christendom aan de hand is. Of waarom je er zou voor moeten kiezen.
Ik heb er een aantal teksten uitgehaald, of eigenlijk maar één. Ik denk van, ik kan ook niet alles doen voor Marcus, maar ik wil het even met jullie delen. Er stond een van de teksten die me opviel is, hoe weet je of het waar is dat er een Jezus bestaat? En er stond verder, ons geloof is gebaseerd op historisch bewijsmateriaal. Wauw, blijkbaar toch geschiedenis. Het bewijs voor de lichamelijke opstanding is sterk. Toen de discipelen naar de graftombe gingen, stond erin, een aanhaling, een stukje uit Marcus, vonden ze in het graf een stapeltje kleren en was het lichaam van Jezus weg, aldus het boekje. In de 6 weken daarna werd hij door meer dan 550 mensen gezien, enzovoort, enzovoort. Ik dacht van, hé, wat bijzonder. Je wilt blijkbaar ook mensen die het niet begrijpen wie Jezus is, niet-christenen, ongelovigen, geef het maar een naam, overtuigen van een historisch feit, een stuk geschiedenis, wat eigenlijk wel heel veel mensen geloven. Of je nou naar het christendom of naar de islam mag luisteren, Jezus heeft wel degelijk bestaan. Daar zijn volgens mij ook de overleveringen en de geschiedenissen wel heel duidelijk over. Maar bewijsmateriaal, historisch bewijsmateriaal, dacht ik, ondanks het feit dat het een boekje is wat misschien wel heel erg duidelijk laat zien dat degene die dit wilde laten zien een bepaalde overtuiging heeft van het christendom, is het natuurlijk heel erg positief. Maar je vindt eigenlijk helemaal niets in Gods woord over bewijsmateriaal. De God van Israël is eigenlijk wars van gedenktekens, zaken die je op moest richten, afbeeldingen, standbeelden. Ze zijn allemaal vernietigd of God wilde het vernietigen. Maar indirect wel. De overleveringen van oudsten, de richteren, de profeten zijn er duidelijk over. De bijzondere verhalen en bovenal natuurlijk de geschriften, Gods woord. Dat bewijsmateriaal is volgens mij ook helemaal niet waar het om gaat. En draait in Gods woord. Als je Hebreeën mag lezen, of gaat lezen, 11 vers 1. Het geloof nu is een zekerheid of een vaste grond van de dingen die men hoopt. En dat is het bewijs voor de dingen die je dus niet ziet. Dat is toch geloof? Je moet het niet zien. Of je kunt het niet zien. En zou je het kunnen zien? Ja, en zou je dat dus kunnen zien? Wat we, het lijkt zo'n ingewikkelde tekst, maar op het moment dat je het kunt zien, dan is het geen geloof meer. Hoeveel mensen in de tijd van Jezus zagen hem gewoon lopen? Ook de leiders van het volk, de overpriesters, ze zagen Jezus gewoon lopen. Maar toch geloofden ze niet dat Jezus de Zoon van God was. Dat het de Christus was, dat het de beloofde was, Messias. Dus ze zagen hem, ze hebben alles gezien, de geschiedenis, ze duidelijk gemaakt, dat is Jezus. En ze geloofden echt wel in die persoon, maar niet de koppeling met God. En waarom niet? Daar heb je geloof voor nodig. Dat konden ze niet zien. Ze konden niet zien dat Jezus de Zoon van God was. Ze geloofden niet in de geschriften, de voorspellingen, de profeten. En zelfs dat wat ze niet konden zien, wat ze niet geloofden, dat werd zijn veroordeling. Het is dus niet een knopje dat je kunt aanzetten. We hebben er met onze jeugd ook wel over gehad, waarbij iemand zei van, maar Robert, ik kan dat knopje niet aan of uitzetten. Toen dacht ik van ja, dat klopt ook. Het is ook niet iets wat je wetenschappelijk kunt onderzoeken met als eindconclusie een handleiding hoe iedereen moet geloven. Het is onmogelijk. Dit alles heeft volgens mij ook God in zijn hand. En dat is misschien best lastig te begrijpen. Ook dat heeft hij, dat stukje geloof. Of je dat nou wel of niet hebt, dat je dat nou wel of niet ziet. Dat je Gods woord mag openen. Dat heeft hij ook een plek gegeven in zijn schepping. En daar wil ik eigenlijk niet verder over uitweiden, maar als we Spreuken 16 vers 4 mogen lezen, daar wil ik ook mee afsluiten. De Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. De Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Komma, ja. Zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Zullen we samen danken.
Vader in de hemel, Heere God, we willen u danken dat, dat u alles geschapen hebt omwille van uzelf, Heer. Dat u een plan heeft met de hele wereld en alles daar rondomheen. Dat u het een plekje hebt gegeven. Heer, dat we dat mogen weten, dat we daarop mogen vertrouwen, dat het goed mag komen. Ook al begrijpen we er helemaal niets van. En Heer, dat we daar een stuk geloof van hebben. Datgene wat we niet zien, dat we mogen vertrouwen dat het goed komt. En als we daar meer van willen weten, dat we uw woord moeten openen. Niet anders. Dat we bezig mogen zijn met de dingen die van boven zijn. En als we dat doen, met de dingen die boven zijn, met uw woord, Heer, dat we dan uiteraard daar steeds meer en meer van begrijpen, doorgronden. Dat we dan ook de vruchten mogen plukken van de geest die dan in ons is. Heer, dat is niet andersom. Dat we een gevoel erbij moeten krijgen, of mogen krijgen. Nee, het is het openen van uw woord, waardoor ons verstand verlicht wordt. Daar willen we u voor danken, Heer, dat we dat mogen weten. Heer, ik wil u ook vragen voor de mensen die vanmorgen niet in deze dienst konden zijn. De mensen die ziek zijn, de mensen die wellig verdrietig zijn. Heer, ook familie Withoff, die momenteel ook weer thuis is. Heer, wil ook bij Jacob zijn, die moeilijke momenten heeft gehad. Die in het ziekenhuis heeft gelegen. Geopereerd is, Heer. Maar hoe wonderlijk, toch weer zijn eigen weg kan gaan, zo snel, Heer. Met alle ingrepen die we hier met artsen en ziekenhuizen kunnen doen. Heer, ik wil u danken dat we soms onze mooie momenten hebben, maar de contrasten ook met de mensen die het moeilijk hebben om dat zijn dierbaren gaan verliezen. Heer, ook Gerda van der Sleen en de familie eromheen, wil u hen toch ook heel veel kracht en sterkte geven met dit moeilijke moment dat ze hun moeder, oma, vrouw, ja, wellicht de komende week gaan verliezen, Heer. Omdat het lichaam op is, niet meer wil. We hen toch ook daarbij helpen, sterkte geven om dit te kunnen dragen. Maar dat ze ook bovenal mogen weten dat ze naar haar Heer en Heiland gaat, Heer. Zoals ze dat zelf heeft omschreven. Hier ook bij Machtel, die mag vieren dat ze 15 jaar getrouwd is geweest met een man van wie ze hield. En ja, ook samen u hebt leren kennen. Heer, ik, er zijn er nog veel meer mensen hier in de gemeente die uw kracht en sterkte dagelijks mogen ervaren. En dat we dat samen met elkaar als gemeenteleden mogen, ja, met elkaar over mogen hebben. Heer, en dat we daarin toch ook elkaar mogen dragen. Heer, ik wil u danken dat u onze vader bent, ook vanmorgens. Dat Erwin het woord mag verkondigen, wat hem ook kracht geven, Heer. En brengen van uw woord, Heer, dat het ook toch mag landen in de harten van ons allemaal. Heer, ik wil u danken voor deze morgen tot zover. Amen. Zullen we samen opwekking 392 gaan zingen? Mijn Jezus, ik hou van u. En dan gaan we nog een kinderliedje zingen. En dan gaat de jeugd naar zijn of haar eigen dienst. Alleen maar jongens. 392, mijn Jezus, ik hou van u.
Zo, hele goede morgen, voor zover ik dat nog niet gezegd had. Ik wilde vanmorgen met u een halleluja zingen. En dat wilde ik doen door het lezen met u van Psalm 150. En aanleiding eigenlijk voor het lezen van Psalm 150 en dat ik voor mezelf bezig was met Psalm 150 de afgelopen week, dagen. Ja, is eigenlijk dat ik best wel wat vergaderingen, hè, onderwijs, daar zit je bij best wel wat vergaderingen. En dan komt er best wel vaak langs, zeker de afgelopen tijd, we moeten een stip aan de horizon zetten. En dan ben je plannen aan het maken en dan ga je kijken waar wil je eigenlijk uitkomen. En dan ga je allemaal kleine stapjes zetten, moet je weer hard werken om je doelen te bereiken. En dan verzucht ik wel eens bij mezelf en dan ben ik eigenlijk zo blij. Wat ben ik toch een gelukkig mens dat ik mag weten dat ik eigenlijk al op mijn bestemming ben gebracht. Dat ik gewoon door Gods genade al de volheid ontvangen heb. Niet een plan met allemaal werken en stapjes en falen en mislukkelingen. Nee, maar gewoon in één keer verlost uit de macht der duisternis en al overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Tot volmaaktheid gebracht. Dat is de positie, dat is de plek die wij mogen hebben, in ontvangst hebben mogen nemen. En dan ervaren we het misschien nog niet. Dan zien we het misschien niet altijd en begrijpen we er niks van. Maar dat neemt niet weg dat het zo is. En dat vind ik ook wel eens zo mooi als je dan het boek van de Psalmen leest. Wat begint met de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet gaat op de weg der zondaars en niet zit in de kring der spotters. Maar aan des Heere wet zijn welgevallen heeft. En die overpeinst bij dag en bij nacht. Dat alles wat hij onderneemt, dat lukt. En dat boek van de Psalmen, dat hoop ik dat ik u niks geks zeg. Dat u niet verbaasd bent als ik zeg, dat gaat niet over ons. Er staan prachtige teksten in die je allemaal op jezelf mag plakken. Bij een aantal zal ik het ook vooral niet doen. Maar de Psalmen spreken van de Heer Jezus Christus. Hij is degene die inderdaad alles wat hij onderneemt als de Zoon des mensen, als de Zoon van God, dat lukt. En daar gaat eigenlijk het psalmboek over. En wij mogen zomaar eigenlijk al weten dat we in Psalm 150 zitten. En al die psalmen, en als je dat boek van de psalmen doorleest, en ik zeg boek, maar ik bedoel natuurlijk boeken van de psalmen, als je die doorleest, want het zijn 5 boeken, dan zie je de ups en de downs van het leven hier op aarde. Van de weg die ook de Heer Jezus is gegaan. Met alle strubbelingen, met alle tegenslagen. Maar dan vind ik het zo mooi dat we inderdaad ook dat laatste stukje van de psalmen hebben. Dat je inderdaad bepaald wordt, alles wat hij onderneemt, dat lukt. En vanuit dat perspectief mogen we kijken ook naar het leven hier van alle dag. Vanuit dat perspectief mogen we kijken naar Gods handelen met zijn volk Israël door de eeuwen heen. Vanuit dat perspectief mogen we ook kijken naar de toekomst. En mogen we dus inderdaad halleluja zingen. Want dat is wel mooi als je dan, u bent natuurlijk al bij Psalm 150, maar als ik dan even de draad oppak in Psalm 146, dan hebben we het hier over een tienvoudig halleluja. Want Psalm 146, en u zou, dat moet u vanmiddag thuis, als u tijd hebt en geen kinderkampvergadering, want dat geldt namelijk voor een aantal wel. Dan moet u deze psalmen maar in zijn geheel doorlezen. Het is fantastisch om gewoon in je gedachten te plaatsen, om te beseffen wat eigenlijk, waar God naartoe werkt in alles. Want Psalm 146 begint met een halleluja en het eindigt met een halleluja. Psalm 147 begint met halleluja en eindigt met halleluja. Psalm 148 begint met een halleluja en eindigt met een halleluja. Psalm 149, jawel, u raadt het al, het begint met een halleluja en het eindigt met een halleluja. En zo ook Psalm 150, het begint met een halleluja en het eindigt met een halleluja. En we mogen dat zien als een geweldig
slot van een geweldig orkest, van een geweldig muziekstuk wat onze schepper geschreven heeft. Wat uitmondt in straks één groot halleluja. He, waar het halleluja van de Messiah, zeg maar, van Händel in het niets wegvalt. Wat een geweldig halleluja zal dat zijn. He, en daar spreekt eigenlijk Psalm 150 van. En ik wil het maar voor, ja, met u doorlezen. En dat begint eigenlijk al met drie keer, ja, het begint met halleluja. He, halleluja, ja is de afkorting van de godsnaam. Yahweh, Jehovah, of hoe we het ook uit moeten spreken, ik heb geen idee. He, maar de godsnaam, looft de Heere met hoofdletters. En dan halleluel, looft God. En dan gaat het verder, hallelu, looft hem. Loof de Heere, looft God, het kan je bijna niet ontgaan dat hier de oproep klinkt, of het gebod klinkt, of de belofte klinkt. Looft hem. Mooi dat Robert vanmorgen de tekst al voorlas, waarin, ja, die zal niet zoveel in zoveel kerken überhaupt aangehaald worden. De Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de goddelozen voor de dag van het kwaad. Dat is nogal eens nog eens even een spreuk met diepgang. He, waar wij zo vaak het idee hebben dat er van alles misgaat en dat mensen zo dom zijn om verkeerd te kiezen. Is het eigenlijk idee dat God een plan heeft gemaakt van A tot Z. En dat het grote slotakkoord is, looft hem. Alles wat ademt zal de Heere loven. Oh ja, ik zei net al, laten we maar lezen. Hebben we nog niet gedaan. Gaan we doen. Halleluja. Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig hemelgewelf. Looft hem om, maar je mag net zo goed lezen, net zoals we bij die andere keren ook inlazen, ook hier inlezen. Looft hem in zijn machtige daden. Looft hem in zijn geweldige grootheid. Looft hem, en het blijft nog steeds in geschal van de bazuin. Looft hem in luid en harp. Looft hem in tamboerijn en rijdans. Looft hem in snarenspel en fluit. Looft hem in helder klinkende cymbalen. Looft hem in luid klinkende cymbalen. Ja, en dan staat er, laat alles wat adem heeft de Heere loven. En dat is niet verkeerd vertaald hoor. Maar je mag met hetzelfde recht anders vertalen. En ik denk dat dat meer recht doet aan, ja, datgene wat die man die van Psalm 1, wat hem lukt, dat het niet zomaar een vrijblijvende oproep is. Nou, we zien wel wat er van komt. Nee, maar dat het een constatering is van dat wat er gebeurt. Alles wat adem heeft, loof de Heer. En dan klinkt er één gezamenlijk halleluja. En het gaat allemaal om hem, om de Heere. Ik wil er vanmorgen een aantal dingen met u uit deze psalm halen. We begonnen te lezen met loof God in zijn heiligdom. Waarbij we in eerste instantie, ja, wellicht denken aan de tempel. Waar we kunnen denken aan daarvoor nog de tabernakel. Waar we kunnen denken aan de hemelen. Het heiligdom is eigenlijk de plaats die God verkiest om te zijn, om te wonen. En daar is hij. En nu is dat in de hemel. Ten tijde van de psalm, er is overigens wat discussie over, is dat waarschijnlijk de tabernakel geweest. Maar als de Heere God bij Mozes komt, bij de brandende braambos, dan moet Mozes ook zijn schoenen uitdoen. Want die grond waar hij op staat, dat is ook Gods heiligdom. Dat is de plek die God koos om daar te zijn. En, ja, en hier wordt men opgeroepen om hem te loven. Looft hem in zijn machtig hemelgewelf of in zijn machtig uitspansel. Ik vind het zo mooi als je even inzoomt op dat uitspansel.
wat daarover gezegd wordt. Ik wil u even meenemen naar Genesis. Eigenlijk zoveel zeggend, zoveel ja, van die details waar we wellicht zo makkelijk overheen lezen. Genesis 1 vers 6. Heeft God scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. Dat was de eerste dag. En dan komen we op de tweede dag en dan staat er in vers 6. God zei, laat er een gewelf zijn, een uitspansel zijn, in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. En de psalmist zegt ergens anders dat God de hemel uitspande als een doek. En dat is wel mooi om ons zo voor te stellen. Maar dan is het ook goed om te beseffen, waarom is dan die hemel daar? Nou, die maakt scheiding tussen water en water. En in eerste instantie mag u van mij natuurlijk gewoon lezen dat dat water is. Maar water zijn ook volken. En dat is ook goed om te beseffen. En als later Noach in die dagen de zonen Gods op aarde komen, dan is het ook niet verbazingwekkend dat God ja, dat oordeelt met heel veel water. Zo van, dit krijg je er nou van. Hè, maar dat even terzijde. Het gaat me er nu even om dat gewelf wordt uitgespannen om scheiding te maken tussen water en water. Dat is het begin van het verhaal. Nou, het begon eigenlijk al met de scheiding tussen licht en duisternis. Maar God gaat aan dat begin van zijn verhaal, om dat zomaar even oneerbiedig te zeggen zoals wij dat kennen, scheiding maken. En dan pak ik de draad eventjes op in vers 14. God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van zijn en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. He, dus eventjes voor de beelddenkers onder ons. De hemel wordt uitgespannen als een doek om scheiding te maken tussen datgene wat er boven is en wat eronder is. En oneerbiedig gezegd, God plakt de sterretjes aan dat doek om ook weer scheiding te maken tussen dat licht en de duisternis, tussen de dag en de nacht. En die lichten moeten dat dan beheersen. In Gods verhaal heeft alles een plekje. En in dat verhaal creëert God, werkt God met contrasten van licht en duisternis, van dag en van nacht, van goed en van kwaad. En zo heeft hij alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. En dat is een refrein eigenlijk wat de hele psalmen, het boek van de psalmen ook doorloopt. Die scheiding die er is tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Tussen de gelovigen en de ongelovigen. Tussen de mens met God en de mens zonder God. En ik zeg het de boek der psalmen, maar het gaat de hele Bijbel door. En dan is het zo mooi als je dan bedenkt dat in Openbaring, dat we dan richting het einde gaan van dat verhaal zoals dat God geopenbaard heeft, dat die hemel wordt opgerold als een doek. Want alles is uit hem. En als het uit hem is, dan wordt er per definitie scheiding gemaakt. Het is door hem.
en het is tot hem. Het komt allemaal zo mooi samen in het Abba, in het Vader. De Alef, de Een, die overgaat in de dubbele beet, in de gebrokenheid, in de twee. En dan is het weer Alef. Komt het weer terug bij de Vader. Alles is uit hem, door hem en tot hem. Dat is het verhaal eigenlijk van dat hemelgewelf. Dat is het verhaal van het uitspansel die scheiding maakt. Maar dat het straks ook weer opgerold wordt. De hemel die zal opengaan. Looft hem in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig uitspansel of in het fundament van zijn kracht. Looft hem, gaat Psalm 150 verder. En ik kom nogal eens, ik zal nog heen en weer bladeren, dus ik leg ook eventjes een briefje bij mij bij Psalm 150. Dat is altijd handig dat ik dat dan snel open kan slaan. Looft hem in zijn machtige daden. En natuurlijk, om zijn machtige daden, dan begrijpen we wat er bedoeld wordt. Maar we mogen hem ook loven in zijn machtige daden, om zijn machtige daden. Die machtige daden en dat loven, die worden hier in ieder geval door dat be aan elkaar verbonden. En het is wel mooi als we dan eventjes stilstaan bij die machtige of die krachtige daden. Dat doe ik door te beginnen in Deuteronomium hoofdstuk 3. Ik lees een aantal tekstplaatsen met u. Deuteronomium 3, daar lees ik in vers 24. Vallen we zomaar midden in een rede van Mozes. Laat ik dan voor het gemak even in vers 21 beginnen. Aan Jozua gebood ik in die tijd, uw oog hebben alles gezien wat de Heere uw God met deze twee koningen gedaan heeft. Zo zal de Heere doen met alle koninkrijken waar u naartoe trekt. Wees niet bevreesd voor hen. Want de Heere uw God, hij is het die voor u strijdt. Ook smeekte ik de Heere in die tijd om genade en zei, Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar, uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen? Als we hier spreken over die machtige daden van God, dan zijn die één op één gekoppeld. Ja, sowieso met de grootheid en de sterke hand van God, maar met zijn verlossingswerk. Hoe hij inderdaad dat volk verlost vanuit Egypte. Ik blader even door naar Psalm 20. Ik haal zomaar even een aantal teksten aan. Er zijn er echt wel meer. Psalm 20, vers 7. Daar lezen we: nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde verlost. Hij zal hem verhoren uit zijn heilige tempel, met machtige daden van heil door zijn rechterhand. Hier worden die machtige daden van God gekoppeld aan het heil, aan de redding van zijn rechterhand. Gods machtige daden staan altijd in het teken van zijn redding, van zijn verlossing, van zijn zorg. Ik blader door naar Psalm 145. En als we daarheen bladeren, komen we ook langs Psalm 79. En als we dan toch bij die arm zijn. Psalm 79, vers 11. En dan loop ik eigenlijk ook al een beetje vooruit op het volgende wat we in vers 2 namelijk lazen van Psalm 150. Daar staat, looft hem om zijn geweldige grootheid. Nou, er worden verschillende dingen in de Bijbel genoemd in combinatie met de grootheid van iets.
Dat lazen we trouwens net ook al in Deuteronomium 3. We kunnen ook lezen over de grootheid van zijn goede tierenheid, van zijn genade verschillende keren. En in Psalm 79, vers 11, ik vind het zo'n prachtig vers. Laat het gekerm van de gevangenen voor uw aangezicht komen. Laat wie ten dode zijn opgeschreven, overeenkomstig de grootheid van uw arm, het leven behouden. God heeft een hele grote arm. En ik vind dat zo mooi, want zijn heilrijke rechterhand is een hele grote arm. Volgens mij zegt een profeet dat erg, ik weet even niet meer waar. Maar is zijn arm te kort om te verlossen? Je kunt niet zo diep vallen of Gods arm is lang genoeg om eronder te komen en je op te heffen. De grootheid van zijn arm. Ja, zo prachtig als je dat inderdaad mag lezen. Nou, heeft alles te maken ook met de geweldige daden van zijn rechterhand, van het heil wat hij bewerkt. En dan kom ik terecht in Psalm 145. En dan begin ik even te lezen in vers 3. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Ik had een docent die zei, stel je iets voor wat groter is, wat je niet groter voor kunt stellen. En dan, nou, God is groter. Maar dan weet je het nog niet. Nee. Gods grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Dat is wat we mogen doen. Spreken van die machtige daden van Gods heilrijke rechterhand. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. We gaan al aardig, u hoort het wel, we gaan al aardig naar de finale van Gods plan toe. Als je dat hier zo leest in die psalm. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor alle goed. Zijn barmhartigheid rust op de meeste van zijn... Nee, zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken, en daarom zeg ik ook, Psalm 150, dat laatste vers, is niet zomaar een vrijblijvende oproep. Nee, want hier staat het in vers 10. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstelingen zullen u danken. Komen we straks ook nog op. Er is wel een mooi verschil ook tussen loven en danken. Want als je dankt, ja, dan dank je vooral om wat je gekregen hebt. Dan ben je vooral gericht op de gave. Ik dank voor de vergeving van zonde. Ik dank dat ik de verlossing ontvangen heb. Ik dank dat ik nu al mag weten de volheid in hem verkregen te hebben. Loven gaat er eigenlijk nog een stapje bovenuit, zeg maar. Dan heb je misschien heel veel dingen niet gekregen, maar dan loof je iemand om wie hij is. Dan dank je niet voor de gave, maar dan spreek je over de goede gever. Dan staat de gever centraal. Uw gunstelingen zullen u danken, zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken, om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. Dat is inderdaad waar het naartoe gaat, waar het op uitloopt. Het verhaal van God is niet een verhaal alleen maar van deze bedeling of van de geschiedenis zoals wij die kennen. Nee, Gods verhaal gaat veel verder. Loop door totdat alles wat adem heeft de Heere zal loven.
En daar spreken zijn machtige daden van, daar spreekt zijn verlossing van. Ja, en dan ging de psalmist inderdaad verder, looft hem in de veelheid van zijn goedheid, van zijn grootheid. Ja, en dus misschien al eventjes, ik heb daar al een aantal dingen over gezegd. Psalm 79, laatst al even over de grootheid van zijn arm. Ik neem u eventjes mee naar Efeze hoofdstuk 1. Ja, want dat is waar het uiteindelijk, waar die grootheid allemaal over spreekt. Die grootheid van zijn kracht. Efeze hoofdstuk 1. Daar bidt Paulus dat de gelovige maar een geest van wijsheid en van openbaring mag krijgen in het kennen van hem, zodat ze weten wat de hoop van zijn roeping is. Dus dat je snapt wat de Zoon des Mensen doet, dat alles wat hij onderneemt gelukt, dat hij de hele schepping weer terugbrengt bij de Vader. Dat je gaat snappen, gaat zien wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. En dan komen we in vers 19. En daar bidt Paulus dan ook voor, dat de gelovige gaat, snappen, begrijpen. Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. In overeenstemming, overeenkomstig, de werking van de sterkte van zijn macht. Hier is weer die sterkte van zijn macht, de grootheid van zijn sterkte. Nou, waar hebben we het dan over? Nou, dat is de kracht, vers 20, die hij gewerkt heeft, of gewrocht, of tot stand gebracht heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dat is waar we eigenlijk ten diepste over lezen, als we spreken over zijn geweldige grootheid, om zijn macht, over zijn machtige daden, over dat verlossingswerk. Dan spreken we in wezen over die opstandingskracht die hij in Christus tot stand gebracht heeft. En dan praten we over levendmaking. En als we praten over levendmaking, dan zijn we weer terug in Psalm 150. Want dan komen de instrumenten erbij. En als ik hier een rij instrumenten neer zou leggen op de tafel voor me, zou niks gebeuren. Er zit in principe geen muziek in, zit verder, gebeurt er helemaal niks. Allemaal dode voorwerpen. Totdat die opstandingskracht erin komt. Totdat God die instrumenten gaat pakken en zijn leven erin geeft. En dat begint als eerste in vers 3. Looft hem met het geschal van de bazuin, van de shofar. Er wordt adem, er wordt geest in de ramshoorn geblazen. Dat is het bazuingeschal. En als die shofar ook straks in de toekomst gaat klinken, dan gaat het beginnen hoor. Zoals bij het klinken van de shofar in de Bijbel eigenlijk altijd begint, want daar gaat de shofar over. Het is wel mooi om eventjes met elkaar te bladeren naar, ik heb Exodus 19 hier staan, die sla ik even over, maar dat is de eerste keer dat die shofar voorkomt. Dan staat namelijk het volk bij de berg Sinaï en dan verschijnt de Heere God onder het geluid van de shofar. Als de shofar klinkt, dan gaat het gebeuren, zeg maar. Nou, dat zie je ook in Exodus 19. Maar ik kies even uit de teksten die ik hier heb staan, Leviticus 25. Als we die scherp op ons netvlies hebben, dan weten we precies wat de shofar is, denk ik, en waar die voor staat. Leviticus 25. Het hoofdstuk gaat over het Sabbatsjaar. En dan vanaf vers 8 gaat het over het jubeljaar. Waarvan het volk trouwens nooit de moeite nam om dat te vieren.
Het is ook erg lastig hoor, voor mensen om inderdaad, als je dingen hebt, om die op een gegeven moment weer terug te geven aan waar ze eigenlijk vandaan komen. Want wat je hebt, moet je natuurlijk houden. Nee, dat zit een beetje in ons systeem. Dan staat er in vers 8, verder moet u voor uzelf 7 sabbatsjaren tellen, 7 keer 7 jaar. Zodat de periode van de 7 sabbatsjaren 49 voor u zijn. Dan moet u in de 7e maand, op de 10e dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. En hier hebben we het over de verzoendag in dat jubeljaar, van dat jubeljaar. Dan gaat het gebeuren. Dan zal die shofar klinken. U moet het 50ste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. Elk 50ste jaar moet het jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten, wat er na uw oogst nog opkomt. En de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Want het is jubeljaar. Het moet heilig voor u zijn. U mag van de akker eten wat hij uit zichzelf opbrengt. In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn eigen bezit. Prachtig eigenlijk als je inderdaad gaat beseffen wat dat jubeljaar is. Namelijk vrijlating van gevangenen. Alles keert terug tot de oorspronkelijke eigenaar. Ja, en dat wordt ingeluid met het geluid van de shofar op grote verzoendag. Loof God in zijn heiligdom, in zijn machtig uitspansel, ja, in zijn geweldige grootheid. Looft hem in het geschal van de shofar. Is trouwens ook, u kent het verhaal wel in Jozua 6, denk ik, als het volk Jericho in gaat nemen. Dat ze die dagen rondom de stad moeten lopen. En dan voor de ark uit gaan 7 blazers met de shofar. En die moeten dan ook 7 keer klinken. Komen ook die 7's weer naar voren. Maar dan ook daar, weet je, als de shofar klinkt, dan gaat het gebeuren. En nog een paar voorbeelden, maar die sla ik ook eventjes over. U mag gewoon straks, als u toch die psalmen vanmiddag door zit te lezen, pak er ook eens een concurrentie bij en kijk eens waar komt die shofar allemaal nog meer voor. En kijk dan ook vooral in het Nieuwe Testament. Waar gaat het daar nog meer over? En wat gebeurt er dan allemaal? Als ik dan doorlees in Psalm 150, dan gaat het vervolgens over de luit en de harp. En het is wel goed om eventjes op te merken, als we praten over de shofar, is dat eigenlijk het instrument van de priester? En dan zijn de luit en de harp en de cymbalen, die worden eigenlijk gebruikt door de levieten. Het zijn niet zomaar alledaagse instrumenten voor iedereen, nou, waren ze misschien wel. Maar als we in de Bijbel lezen, heeft dat vooral ook te maken met de dienst in de tempel, in de tabernakel. Laten we bijvoorbeeld even kijken in 1 Kronieken 15. Kronieken 15. Een prachtige geschiedenis waar de ark in Jeruzalem gebracht wordt. En dan lees ik daar in vers 16. Daar zegt David tegen de leiders van de levieten dat zij hun broeders, de zangers, op moesten stellen met muziekinstrumenten. Met luiten, harpen en cymbalen om luide en blijde klanken te laten horen. En als je dan praat over luide en blijde klanken, dan zeggen we letterlijk om te verheffen met een stem van blijdschap. Dat is waar die instrumenten ook over spreken, over ja, hier in de dienst van de Heer. En daarom vind ik het ook zo mooi om te zeggen, looft hem in plaats van met. Want dat die muzikanten daar hun muziekje stonden te doen, door de jaren heen, dat mag duidelijk zijn.
Daar is heel veel bewijsmateriaal voor gevonden in afschriften en afbeeldingen en zo. Wat? Maar daar gaat het niet allemaal om. Want de Heer walgt van die lippendienst. Hey, als je dan die muziekinstrumenten staat te bespelen, als je dan zo religieus aan het doen bent, waar gaat het dan om? Loof God in het klinken van de, laten klinken van de shofar. Loof Hem als je met je eredienst bezig bent. Dat doe je niet voor de mensen om je heen. Nee, wie staat er centraal? Wat staat er centraal in je leven? Loof Hem in de luid en de harp en de cymbalen. Nou, dat zien we hier in 1 Kronieken 15. He, dan worden die levieten aangesteld met die instrumenten die ik net al noemde, om inderdaad daar vorm te geven aan de eredienst. En dan, ja, dat is wel mooi dat we dan eventjes een sprongetje maken naar vers 26. En het was omdat God de levieten hielp die de ark van het verbond van de Heere droegen, dat zij 7 jonge stieren en 7 rammen offerden. David ging gekleed in een bovenkleed van fijn linnen. En ook alle levieten die de ark droegen, de zangers en Genanja, de leider van de muziek en van de zangers, ook had David een linnen priesterhemd aan. Mooi, hè? Ik vind dat zo mooi. David, toch een beetje de priesterkoning. Maar dat is ook wat hij symboliseert. En die gaat hier met die levieten. En dan staat er in vers 28, zo bracht heel Israël de ark van het verbond van de Heere over met gejuich en met bazuingeschal, met trompetten en met cymbalen, en zij lieten muziek horen met luiten en harpen. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heere bij de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden keek en de koning David zag dansen en huppelen, en zij verachtte hem in haar hart. David deed de eredienst niet voor mensen. Hij liep daar in zijn hemdje, in zijn bovenkleed. En nou ja, en Michal denkt, ja, die is gek. Die vent spoort niet. Ze verachten hem in haar hart. En weet u, dat is misschien ook wel wat wij oproepen als we zeggen, ja, maar eigenlijk zitten we al onze tijd ver vooruit. We hebben de volheid al verkregen in hem, loof God. Als wij in ons leven niet bij al die psalmen zitten die klagen en die klagen over de goddelozen en die roepen om wraak enzovoort, ja, dan zijn we gekke mensen. Dan ben je raar. Dat snapt de wereld ook niet. Maar als je het snapt, dan begrijp je het. Want dan mag je weten, wacht eventjes. Loof God, want hij heeft alles gemaakt voor zijn doel. En hij doet alle dingen meewerken ten goede. En het is zijn verhaal en hij is overal bij. Hij, de Almachtige, de Schepper van de hemel en aarde, is overal bij. Alles wat er gebeurt, is hij erbij. En als hij er niks aan doet, en de plannen kent en schrijft en alles weet, waarom zou ik er dan maar druk over moeten maken? Dan denk ik altijd weer aan de discipelen die te horen krijgen. Zie toe, wees niet verontrust, want al die dingen moeten geschieden. Ja, maar ik kan toch herschrijven, ik kan toch anders, kan allemaal anders, maar dit is mijn verhaal. En alles heeft zijn plekje, alles heeft zijn ding. Loof God. Loof God maar dat je inderdaad vanuit dat perspectief mag kijken naar de dingen die hij doet. Alles wat hij onderneemt, dat lukt. Ik waad er nog even gauw door naar 2 Kronieken. 2 Kronieken 29. En daar vallen we ook weer zomaar binnen in een hoofdstuk waar Hiskia alles hervormt. Staat er volgens mij ook boven, hè? De hervormingen van Hiskia. Alles wordt weer opnieuw ingericht. Het volk begint weer opnieuw onder leiding van Hiskia. En dan lezen we in vers 25. Ook stelde hij de levieten in het huis van de Heere op met cymbalen, met luiten en met harpen. Volgens het gebod van David en van Gad, de ziener van de koning en van Nathan de profeet. Want dit gebod was gegeven door de hand van de Heere, door de dienst van zijn profeten. Ik vind dat zo mooi dat je ook in die instrumenten die hier gebruikt worden, zeg maar, die we ook in Psalm 150 lezen,
ja, dat je daar ook iets terug mag zien van dat plan van God. Het begint allemaal met God in zijn heiligdom. En vanuit dat heiligdom klinkt de shofar. En die shofar, dan gaan de levieten, het priestervolk gaat meespelen, gaat de instrumenten bedienen. En vervolgens worden ook de trompet en de snaren en het orgel of de fluit, het is maar net het orgel in de zin van blaasinstrument, blaaspijpen zou je kunnen zeggen. En hoe groot of hoe klein ze dan zijn, ja, dat zijn eigenlijk de instrumenten van het gewone volk. Maar dat hele volk, ja, zal de Heere loven. Zal weten wie hij is en om wat hij gedaan heeft. Ja, zijn verlossingswerk, zijn levendmaking, zijn opstandingskracht betoont hij. Ja, alles zal de Heere loven. Het is trouwens wel mooi om nog eventjes stil te staan bij die harp. Ga ik eventjes naar Psalm 49. Psalm 49, vers 5. Vers 5b, ik vind dat zo'n mooi vers. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik zal mijn verborgenheden onthullen bij harpspel. Bij harp, bij snarenspel. Bij de kinoor. Trouwens, het meer van Genezeret komt ook van dat woord harp vandaan. Het heeft dezelfde vorm als een harp. U weet wel dat meer waar Jezus ook zijn gelijkenissen en verborgenheden verkondigde. Nou, en het mooie daarvan is, en dat wil ik ook weer niet onbenoemd laten, want ik zei net al, als je al die instrumenten op tafel legt, is het dood. En dat is met snaren zeker zo. Ja, wat heb je nou aan een snaar? Totdat je hem onder spanning zet en dat er beweging in gebracht wordt. Dan komt er opeens muziek uit. Mijn dochter Hanna die heeft vioolles van Rugama. De meeste van jullie kennen haar natuurlijk wel. Ik moest er van de week even brengen, het regende zo. En toen zat ik daar gewoon lekker in de huiskamer. Ik dacht, nou, ik ga er mooi bij zitten. En als je dan dat snarenspel hoort, er waren dan geen harpen, maar violen. Maar het idee van de snaar, ja, was hetzelfde. De beweging die er dan in komt en het leven wat eruit komt. Zo prachtig als je inderdaad dan denkt van, ja, maar wacht even. Zo haalt God wel muziek. Uit zijn werken. Zijn goedheid en zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. En hij brengt de beweging in en dat gaat muziek maken. En dat is niet zomaar muziek, nee, maar dat is lovende muziek. Muziek wat terugkeert naar zijn schepper om de schepper groot te maken. En dat is eigenlijk waar de harp ja, dan ook van spreekt. Ik wil afronden met een tekst uit Efeze en Colossense. Het duurt gewoon te lang om al die instrumenten los langs te lopen. Het is wel mooi, die driedeling die ik even genoemd heb van de priester met de shofar, de levieten met de luit en de harp en de cymbalen. En dan het gewone volk met de trommel en de snaren en de fluiten. En dan neem ik u nu mee naar Efeze hoofdstuk 4. En dan gaan we gewoon door met loven. Efeze 4, zei ik 4, ik bedoel natuurlijk 5, vers 18. Efeze 5, vers 18. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En dat vind ik al zo mooi, dan denk ik maar gewoon, ja, we zijn eigenlijk maar gewoon blaasinstrumentjes. En als je in een fluit zeg maar wijn gooit, ik heb het nooit gedaan, maar ik kan me zo voorstellen dat het een zooitje wordt en dat er niks echt zinnigs uit die fluit komt. Maar als de geest in die fluit komt, ja, dan gebeurt er iets. Moet je nog weten waar je vingers neerzetten, weet ik ook niet, maar dat weten anderen dan weer. Maar dan komt er geluid uit.
En zo is het eigenlijk ook met ons. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Laat God maar in ons blazen. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. Mogen de Heere voortdurend loven in ons hart met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. En dank altijd voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En voordat we de dingen gaan doen, laten we maar gewoon danken. Voor alle dingen. En dat vind ik zo mooi, hè? Als je weet en mag geloven. Want nogmaals, en dat gaf Robert al zo mooi aan. Geloven is niet dat je dingen kan bewijzen of dingen kan zien. Maar dat is er gewoon in gaan staan. Dat je al op het eind bent. En dat je kan zeggen, Heere, wat er gebeurt, gebeurt er. Maar u doet alles meewerken ten goede. U heeft alles het juiste plekje gegeven. En in alles werkt u naar de raad van uw wil. Dan mag je voor alles danken. Ik ben altijd zelf geneigd om te danken voor de mooie dingen. En te bidden voor kracht in de dingen die ik denk niet zo mooi vind. Maar ook voor alle dingen danken. Omdat je mag weten dat de Heer dat gebruikt en daarin meewerkt. Dank voor alle dingen God. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Als laatste ga ik naar Colossense. Colossense hoofdstuk 3. Vers 15. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Dat vind ik zo, als je die psalmen leest, 146 tot 150. Als je weet van ik ben daar aan het eind. Alles is goed. Alles wat ademt looft de Heer. Nou, laat die vrede van God dan maar heersen in je hart. Want dat is dat grote finale stuk straks in de toekomst. Dat is ja, waar wij al mogen zijn. Laat die vrede van God heersen in je hart. Waartoe je ook in één lichaam geroepen bent. Wees dankbaar. Wees dankbaar voor zijn machtige daden. Voor zijn verlossingswerk wat hij tot stand gebracht heeft. Ja, en wat hij stap voor stap zichtbaar maakt. Want alles is hem onderworpen. Alleen we zien het nog niet. Wees dankbaar. Laat het woord van Christus, ja, dat is degene die inderdaad opgestaan is en verheerlijkt is. Laat dat woord in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. We mogen de dingen bij elkaar in het denken plaatsen. Elke keer dat woord er weer bij roepen en naast roepen. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden. Dus ik zeg dan maar, in alles wat je doet. In het klinken van de shofar, in het klinken van de andere muziekinstrumenten. Wat staat er centraal? Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Amen. Zullen we met elkaar de Heer danken. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat we zoveel reden hebben om u te loven. Heer, niet alleen te danken voor datgene wat u in genade aan ons geschonken heeft. En wat we nu al mogen zien doordat u onze ogen ervoor opende. Heer, maar dat we u vooral ook mogen loven om wie u bent. Dat u goed bent. Dat u de Almachtige bent. Dat u alles in uw handen heeft. Dat u een plan van A tot Z hebt. Heer, en wat is het dan toch een groot goed dat wij te midden in deze wereld, in alle moeite en zorgen waar we ja, in meer of mindere mate steeds maar weer mee geconfronteerd mogen worden, dat we mogen weten dat u er altijd bij bent. Dat er niets is wat u ontgaat. Heer, en dat u ja, alles wat ja, krom is, wat gebogen is, wat te neergedrukt is, dat u dat weer op zult richten. Heer, en dat we eens alle met opgeheven hoofd en met gebogen knieën mogen belijden. Dat u God bent, dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Heer is. Heer, wat een geweldig
Halleluja zal dat zijn. Heer, dank u wel dat we straks ook hier weg mogen gaan met die vrede in ons hart. Heer, dat we mogen weten dat u alles gemaakt heeft voor uw doel. En tot uw doel komt. Dank u wel daarvoor. Amen. Ik stel voor dat we afsluiten met een versie van Psalm 150. Dan mag Koen kiezen welke. Dat kan zijn, looft God, looft zijn naam alom. Dat is Johannes de Heer, denk ik. Dat kan zijn, halleluja, looft God in zijn heiligdom. Dat is ergens in opwekking.